Oh my days, wat heeft hij voor basis. Wow, wat ben ik hier lang niet geweest. Ik heb een stack diamonds op zak, doe alsjeblieft niks. En eindelijk weer 16 levels. Nee, ik heb 16 levels. Een diamond helm, diamond leggings, diamond boots, diamond chestplate. Yeah! Fortune 8 diamonds. Hey, ik heb er 9 voor betaald. Ik ben opgelicht, hij heeft de prijzen minder gemaakt. We zijn wel officieel veilig in mijn kasteeltje nu. Daar ben ik zo blij mee. Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn we wedergekeerd in Content Veen en ik sta hier met Maurits. Ik weet niet wat hij hier doet. Hij... Stink Enchanter. Hallo, Maurits. Nee, enorm leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we lekker even wat progressie bouwen. Maar eerst had ik een heel ander plan. René is namelijk op mij aan het wachten. En wij zouden even lekker een mindsessie gaan houden. Want zoals je kan zien, ik heb nog maar 6 diamonds. Ik heb ook nog maar 8 ijzer. En dat is echt, ik ben helemaal skeer. Ik ben echt skeer. Dus wat ik dacht is, laat ik even een bucket maken. Even wat water erin doen. En dan naar René gaan en even smeken of zij wat extra pickaxe en torches voor me heeft. Er stond trouwens net allemaal scaffolding op mijn base. En ik ga jullie zo meteen laten zien wat dat is. Dat is helemaal niet zo heel bijzonder, maar het is wel heel leuk. Oké, René en ik gaan even een mindsessie houden. Ik denk dat ik een uurtje wil doen. Maar ik ga jullie lekker niks laten zien. Dus jullie zien me zo meteen terug met veel diamonds, veel ijzer en heel veel succes. En zo keren wij terug naar een lange mindsessie. En het was een hele goede mindsessie. Een stack en 5 diamonds. Heel veel redstone, wat goud. Echt maar 16 ijzer. Dus dat is wel heel gaar. Want we hebben een beetje op stripmine niveau. Hebben we gewoon gestripmined. En oh my deze, wat is dit trouwens? Stond hier niet een tempel? Maar nu allemaal axolotjes. Hier stond volgens mij eerst een tempel. Wat lijp. Heel mooi. Dit betekent dat we weer mooie diamond armor kunnen maken. Ik weet uit vertrouwbare bronnen dat Maurits mij een berichtje heeft gestuurd. Dan weet ik eigenlijk gewoon doordat Maurits mij een berichtje heeft gestuurd. Dat hij mijn redstone wil hebben. En dat hij mij daar bereid is om steen voor terug te geven. En oh my days, wat heeft hij voor basis. Wow, wat ben ik hier lang niet geweest. Oh, hij heeft een automatische sorter. Oh, dat vind ik heel lijp. Maurits, waar ben je? Maurits is in Voorde. En daar moet ik ook nog heen. Want Kingdom Voorde, die wilde mijn Cobble Deep Slate hebben. A.k.a. ik ga vet veel stone terugvragen. Oh ja, dit gaat goede deal. Dit gaan goede deals worden, jongens. Waarom is hij er nou? Max, bezoekers niet welkom, leest... keer om of er zijn gevolgen. Hallo! Hallo! Ik heb een stack diamonds op zak, doe alsjeblieft niks. En eindelijk weer 16 levels. Nee, ik heb 16 levels. Eindelijk, weet je hoe lang? Ik ben al 20 levels verloren. Ik heb nog niks. Doe nou niet. Ik heb hier met het, ik heb dingen voor jullie, maar stikken maar in met jullie deep slate. Nee, wat? Nee, met bijna 20 stack deep slate. Wij schoten niet, Max. Oké, dan gaan we terug. Hebben jullie misschien wat eten? Wat? Komt u mij hier naar boven, beste? Komt u mij hier naar boven? Je mag doorkomen, je mag de sign negeren. Oké, maar ik heb wel trek. Oké, kom maar. We hebben wat eten. We zijn hier aan het picknicken. Dankjewel, Maurits. Wat zijn jullie aan het doen hier? Ja, we zijn met overleg. Ik heb geen idee. Overleg in een toren. Ja, in een toren. Waarom in een toren? We hebben hier een terrasje. We hebben nog geen terras. Ik kom hier met deals, jongens. Ik kom met deals. Ik heb voor jullie, wil ik hiervoor een mooie prijs. Voor alles wat ik hier drop. Nee, op sodemieteren. Oh, behalve de redstone. En voor Maurits kom ik hier ook met een deal. Waarvoor ik ook dinges wil. Ook allemaal mooie dingetjes. Nou, Max, je mag hier nu levend uit. Dat is een mooie deal. Nee, dat is geen mooie deal. Ik wil meer. Er komt meer. Ik wil steen en ik wil steen. Ik wil voor jou steen, ik wil voor jullie cobblestone. Prima, kom maar mee. Ik heb veel steen. Kom maar mee. Okay, daar gaan we. Cobblestone. Ik wil cobblestone. Dat is allemaal voor mij. Dankjewel. Ja, pak het. Ja, als je klein een beetje laat liggen. Zo, dus een beetje. Nee, je pak maar. Pak. Zo. Pak maar, hier in die ook. Wat een eikel. Okay. Ja, ik heb steen, hier. Dankjewel. En Maurits, van jou wil ik een pakketje verwachten. En spezoen is possible met normaal steen, verplicht. Nee, dat mag ook zo. Je kan eerst... Nee, niet nu! Maurits, kan niet! Hey, dat is zo snel als possible, hè? Oké, en ik krijg nog 10 diamonds van Bram, dat heeft hij beloofd. Dat heb ik niet beloofd. Ja, maar heb je wel beloofd? Helemaal niet. Oké, dan. Stik erin. Hey, doe je, hè? Waar kan je slechte fans over, Max? Ik haat je, Bram. Nou, dat was een hele goede deal. Ik heb heel veel van dat lelijke deep slate ingeruild voor gewoon cobblestone. Cobblestone kan ik namelijk omsmelten tot normaal steen. En ik kan het gebruiken voor in mijn muren. Nu hebben we echt heel veel en daar kunnen we lekker mee bouwen. Nou, voor jullie kijkers, we hebben hier heel veel scaffolding staan. En ik dacht, hè, waarom staat hier nou scaffolding? Dus er stond hier een sign. Makko's kleine cadeautje. Wow. Om het bouwwerk makkelijker te...
Dat gaan we even opnieuw zeggen. Markus, kleine cadeautje om het bouwen makkelijk te maken. Groetjes Maurits. Nou, Maurits, dat vind ik hartstikke leuk. Allemaal scaffolding en in de kist zit ook heel veel scaffolding. Laten we eerst even al ons steen hier. Oh, dumpen, wat ben ik hier blij mee. Dan al het scaffolding hier eventjes hakken. Hoppakee. Kijk, dan kunnen we makkelijker bouwen. En deze kist hakken we ook. Dan hebben we nog meer scaffolding. Ah, dit is goeie toeje. Dit is hele goeie toeje. Nou, jongens. En of ik hier blij mee ben. Oh, een stack en 7 diamonds. Weet je wat? We gaan gelijk armor maken. Een diamond helm. Diamond leggings. Diamond boots. Diamond chestplate. Ja, ja, ja. Yeah! Zetten we het ijzer en de raw gold hierin. Oh, mijn god. Maar ik heb helemaal geen kool meer. En ik heb letterlijk geen enkel kool gevonden. Dat we niet in een cave zijn geweest. We zijn alleen maar in de mines geweest. Maar maakt niet uit. We maken ook een diamond zwaard. We maken een eigen diamond pickaxe. We maken een diamond axe. En we maken een diamond shoveltje. Want dan zijn we gewoon helemaal een beetje gesetteld in dat opzicht. En kijk hoeveel we dan nog over hebben, hé. Oh, my days. Laat ik 36 diamonds meenemen. En dan even naar het winkeleiland gaan. Kijken of ik even wat eten kan kopen. En misschien enchantment boekjes. En dan even een anvil maken. Staat hier nou? Like de video. We gaan voor 3000 likes. Like nu of anders. Laten we eerst even in onze eigen winkel spieken. Of we überhaupt wat dingetjes gekocht zijn. Want u weet, hebben mensen wel weer hout nodig gehad. En ik weet dat mijn winkel gewoon goed aangevuld was. Nee. Mensen, koop. Koop nu hout. En de mushrooms, daar is echt nog nooit wat gekocht. Alright, in Kingdom Forden hun winkeltje is spruce locks. Nou, dat hoef ik niet. Quartz blokken en allemaal. Oh, boekies. Flame, Silk Touch, Infinity en Fortune 3. Hoe duur is Fortune 3? Prijzenlijst enchantment books. Oké, okay, beste klant. Kingdom Forden heeft sinds kort een befaamde bla 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 bla. Fortune kost 9 diamonds. Ik denk dat ik dat wel doe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoppakee. Voor de rest kopen ze nog geen unbreaking of zo, maar die ga ik dan maar zelf regelen met mijn villager. Dan gaan we ook nog even wat eten kopen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stacks. Of 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamonds uitgeven. En dan hebben we gewoon 3 stack steaks. Nou, dit zijn goede deals, jongens. Goede deals. En heeft Anne nog iets interessants voor me? Grasblokken. XP blokken. Oeh, op zich. Op zich. Glas heb ik nog niet nodig. Cobblestone. Oh, 4 stacks is 1 diamond. Oeh, nou, ik heb voor nu even genoeg, maar dit is wel heel handig om te weten. En zand is ook nice. Dat moet ik ook nog steeds hebben. Maar dat ga ik allemaal pas kopen zodra ik het nodig heb. Nou, dan droppen we even het eten hier. Nou, dan beginnen we met die stack. Die plaatsen we hier zo. Zetten we de diamonds terug. Hebben we nog steeds in totaal 27 diamonds. Ik wilde een dinges maken. Een anvil. Maar ik heb volgens mij niet genoeg ijzer. Ik heb hier 8 ijzer. Ik heb hier nog een keer 8 ijzer. En ik heb hier 5. Dus volgens mij is dat misschien net aan genoeg. Nee, dat is niet genoeg. Oh, heb ik ook nog ijzer nodig. En ook kool. We gaan even kool en ijzer halen. Het was uiteindelijk letterlijk 2 seconden werken. Er is een cave binnen in de buurt. En kool en ijzer vind je zo simpel als je gewoon in caves moet minen. Dus hier, hoppakee, laten we even een beetje hierin doen. En laten we even een beetje hierin doen. Dan droppen we de overige ijzer hier ook in. En dan hoop ik dat hij eerst het ijzer zal doen. Dus laat ik het steen er nog heel even uithalen. Want het steen komt later wel. Ja, ja, goed zo. Eerst het ijzer. Daarna mag je het steen doen. Plaatsen we hier onze anvil zo meteen. En dan kijken we even of wij ons fortune boekje erop kunnen zetten. Oh my days. Nee. Nee, 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 nee. Jongens, ik heb net niet genoeg. Ik kom 2 ijzer tekort. 2 maar. Dat meen je. Heb ik niet nog ergens ijzer verstopt per ongeluk in de verkeerde kist of zo? Oh, nee. Moeten we 2 ijzer helemaal gaan halen? 2 maar, hè? Daar heb je ook gewoon geen zin in om voor zo weinig ijzer de deur uit te gaan. En dan maken we zo toch een anviltje. Zeg maar alsjeblieft dat ik genoeg levels heb om hem op mijn... Ja! En we kunnen hem zelfs een naam geven. En dat is altijd moeilijk. We noemen hem voor nu even de Brandbreker. We hadden de vorige keer de Rini Destroyer en nu is het de Brandbreker. Oh, we hebben ook nog echt nog maar 10 ijzer over. Oeh, we zijn schaars op ijzer, jongens. Maar goed, een enchanted diamond pickaxe voelt eventjes fijn in mijn inventory. Wow! Je was zo onderweg. Ik kwam net op de portal. Wat de hel? Leon, kom maar met je pakketje. Ja, man. Hier, Hey, andere pakketje was ook leuk trouwens. Je scaffolding. Ja? Ja, die was goed toe je. Het gaat hier niet in passen. Wacht even. Ik heb een idee. Zo, doe maar in deze. Daar past het wel bij. En dan kijken we even hoeveel het is. Oh. Oh, ja. Oh. Ja. Oh, nu kan ik weer even doorbouwen, hé. Oh, dit is zo top. En het heeft me gewoon een beetje... Kijk, ik heb nog meer redstone voor je, denk ik. Hier, wacht. Heb jij niet nodig? Nee, ik ga het voor nu nog niet gebruiken. Hier, neem dit ook maar. Goeie deal. Anders kan je het wel pakken.
Ja, dat is een goede deal. Oh. Waar heb je het allemaal voor nodig dan? Secrets. Dat is geheim. Oké, prima. Oh mijn god, jongens. Kijk wat voor blije jongen ik ben. Ik heb heel veel stone bricks, heel veel steen en gewoon heel veel cobblestone. Laten we gelijk even deze hele muur hier afmaken. En wie weet kunnen we dan al gewoon een begin maken aan ons prachtig kasteeltje. Oh, ik ben helemaal hyped weer hiervoor. Let's go. Daar gaan we. Er staat hier iemand onzichtbaar. Hij staat hier. Wie is dit? Wie is dit? Wie ben jij? Wie is dit? Wie is hier onzichtbaar? Hallo? Ik zag je wel. Oké, bij Dubik, je bent nu uit mijn handen. De volgende keer dat ik je zie. Hier ben je. Ja, hier ben je. Hier ben je. Kom hier. Kom hier. Kom hier. Kom hier. Waarom mis ik al iets? Hé? Waar ben je? Wie is dit? Sowieso is dit Bram of Rick. Of allebei. Dat is Bram. Dit is Bram. Je bent enige online, Bram. Ik ga gewoon doen alsof ik weer rustig verder aan het bouwen ben waar ik mee bezig was. Kijk, daar komt hij. Daar komt hij. Daar heb je hem. Daar is hij. Bram! Je lul. Ik heb geen enkele hit gehad op je. Gewoon geen enkele. Weet je hoe moeilijk jawel, dat is? Je hebt één hit erbij gehad. Echt, ik had wel een hit. Oh, ja. Maar deze. Ik zag je particles op een gegeven moment. Alright, het gedeelte hier is een beetje plat gemaakt en de muren zijn nog hoger gemaakt. Ik twijfel of ik de vloer nog platter wil maken, want nu zijn de muren eigenlijk helemaal niet hoog. En ik wil ook niet te hoog gaan met mijn muren. Laten we dan ook gelijk de muur eventjes weer dichtbouwen met cobblestone en alle andere blokken die wij heel graag gebruiken. Oh, dat is alleen maar tot deze laag, dat scheelt. Oh ja, hier wilde ik een poort doen, maar nu twijfel ik omdat... Ja, het is wel een hele kleine ruimte. We houden het voor nu heel eventjes open. Dan kijk ik zo meteen wel wat ik er nog mee wil doen. Hallo, Justin. Kijk, je ziet altijd mijn muren sterk zijn, hè, Justin? Hallo? Hallo? Hij heeft zijn voice chat niet aanstaan, dus hij hoort me niet. Wat heeft hij voor me? Potion of strength? Oh, ja. En dan gaat hij weer vandoor. Want anders plaatst een blokje dirt. Ja, daar gaat hij. En daar gaat hij weer vandoor. Zo, ik heb nog een laagje hier onderweg gehad, waardoor de muur nog net wat hoger is. Dat betekent ook dat ik wat meer ruimte hier heb om de platformen gewoon wat meer dingen op te bouwen, als het ware. Nou, platformen om gewoon hier daadwerkelijk meer te hebben. Ik denk dat ik hier de stallen ga doen in plaats van dat ik zo origineel daar wilde doen. Want hier zit een beetje een ongemakkelijk laag hoekje. En hier heb ik gewoon veel meer ruimte om stallen en zo te bouwen. Of, misschien stallen en mijn villagers hier. Het enige ding is, ik moet hem wel nog van de buitenkant de muur maken, dus dat gaan we gelijk doen. En hij is ook nog niet helemaal klaar, want er zitten ook nog geen walls tussen. Zo, dat zijn deze blokjes. Die moeten hier overal nog tussen. En er moeten nog slabs op bepaalde plekken erop. Maar we gaan eerst even de buitenkant doen. Anders ben ik een beetje in een rare volgorde bezig. Alright, hatseflats. Dan is dat allemaal gedaan. De buitenkant ook. Nu kan er hout tussen. En dan kan ik gaan beslissen wat ik met dat open gat daar wil. En dan is het kasteeltje gewoon veilig van binnen. Ik had trouwens ook nog een leuk idee om iets met de poort te gaan doen. Jullie zeiden allemaal gaan met redstone werken. Maar ja, jongens, dat gaat er zo ontzettend lelijk uitzien. Maar ik dacht, weet je wat nou wel kan? Wat nou als ik twee van deze deuren heb, hè? En die gewoon in het midden hier plaats. 1, 2, hoppakee. Kijk, dan is het... Nou, dit is nog niet eens zo heel vreselijk. Dan kan je er gewoon zo in en uit. En dan is het alsnog een dichte poort altijd. Dat vind ik gewoon een beetje best wel chill dat we dan een dichte poort hebben. Alleen is die wel heel lelijk dat dat zo zit daar. Maar voor nu vind ik dit even een prima oplossing. Ziet er gewoon best wel leuk uit. Dan nu de vloer in de muur. Daar hebben we ook weer heel veel hout voor nodig. Ik heb hier nog slabs en dan ga ik nog veel meer slabs nodig hebben. Zo. Ik denk dat ik het hier wel mee red. Althans, het is wel heel ver hoor. Ja, dit gaat wel genoeg zijn joh. Ik ben er al bijna en ik heb nog 2 stacks in mijn inventory. Misschien kan ik in dit hok ook nu wat leuks maken. Ik vind het hok, wat zeg ik, in de toren hier gewoon. Er is genoeg ruimte, zou ik zeggen, om wat leuks te maken. Als je zo kijkt, als ik hier nou gewoon zo doe. Ja, ik heb hier de perfecte ruimte om gewoon nog genoeg te doen, hè. Oh my days. Doe het even zo, hoppakee. Nou, dit is perfect toch, deze ruimte daar. Alleen dan mogen jullie in de reacties achterlaten wat ik hiermee moet gaan doen. Altijd leuk. Ik vraag elke episode of jullie iets van mij achter kunnen laten, zodat jullie me kunnen helpen. Een beetje vorig jaar was het over het minen, over een livestream of video. Nou, daar hebben jullie ook allemaal leuke dingen achtergelaten. Nu gaat het over wat zou ik in die toren daar bovenin doen. Of, nee, daarboven zit mijn enchantment room, maar daaronder is nog genoeg ruimte. Dan nu de slabs op de laatste blokjes zoals dit douwen. En dan aanschouw ik deze brug hier gewoon als af. Of brug deze muur. Voor some reason haal ik het af en toe door elkaar. Alright, wat gaan we hier met de ingang doen? Ik dacht aan een kleine poort, maar ik kan ook er een soort kleine put van maken, als het ware. Of ik bouw hem gewoon dicht en het wordt dan een muur. Maar het is wel een perfecte ruimte om wat leuks mee te doen, dit. Om een soort doorgang te maken. Nee, ik weet het al. Ik ga hier gewoon een put van maken, zodat ik een soort rivier heb en hier een klein waterpuntje. Ja, dat gaat leuk worden. Zo, zo.
Zo, hoppakee. Kijk, zoals dit. Ja, oh, dat gaat toch lijp zijn? En er zitten daar iron bars in het midden die zeg maar het water tegenhouden, waardoor je er ook niet doorheen kan. Het is wel een zwaktepunt in je muur dan, maar ja, daar moet ik maar even mee leven. Kijk, en dan kan ik hier gewoon het pad door laten lopen, zoals dit. Want hier komt die put, als het ware, zoals dit. Ja, oh, dat is mooi, jongens. Dat is mooi. En dan kan ik hieronder zelfs gewoon weer verder werken met dit. En misschien zelfs een mossy cobblestone erin. Dus hier ook weer dit zo. Cobblestone en dan een normaal steenblokje erbij. Al rijdt een beetje deze vorm. Hey, Forden heeft zojuist het winkeltje bijgevuld met een mendingboekje voor maar 6 diamonds. Alright, er zit dus 1 mendingboekje in. En ik heb 6 diamonds. Ja, dit is misschien wel leuk om te gaan kopen. Nu moet ik er even wat water plaatsen en ijzeren bars. Maar ik heb tijdens het weghakken van de vloer hier best wel wat ijzer gevonden. Voor een of andere reden en gewoon op een best wel simpel hoog niveau. 32 zelfs. Nou, dat is echt veel. Oh, hier is allemaal nieuw steen. Top. Gaan we even mijn spullen een beetje organiseren. En dan ga ik even wat water pakken. Het is wel nog heel donker hier. Dus misschien dat ik het even licht moet maken. We gaan wel even slapen. Oké, een heel simpel klein riviertje voor nu. Hoe mooi het allemaal wordt, dat komt later wel. Hier ga ik heel even een beetje diepte in maken. Heel klein beetje maar, zoals dit. En dan de vloer natuurlijk ook van dirt. En dan kan ik er een beetje zand doorheen gaan doen. Maar volgens mij heb ik helemaal nog geen zand. Dus moet ik sowieso naar het winkeleiland om even wat zand te kopen. Oeh, en gravel moet er doorheen. Eerst even kijken of ik een beetje zand heb. Ik heb 9 gravel en ik heb geen één zandblokje. Oh, wacht. Ik heb... Ah, nee. Ik heb 10 gravel. Oh, even wat meer. Nou, laten wij onze diamonds meenemen. We nemen er 17 mee. Gaan we even naar het winkeleiland. Wie weet kopen we ook nog dat prachtige boekie. Alright. Even kijken. Zand lag hier. 2 stacks is 1 diamond. Gat van wat een oplichting. Weet je, we beginnen dan al gewoon... Hoppakee. Met 2 stacks en meer niet. Oh, wacht trouwens. De kassa. Gooi hier die dia's in. Oké, dan hier 1 diamond. En dan haal ik die weg. Gaan we even naar Kingdom Forden en dan kan ik het niet laten om toch dat mendingboekje te gaan kopen, hè? Oh, mijn god. Ze hebben er veel meer. Mending 6... Hallo, wacht eens even. Fortune 8 diamonds. Hé, ik heb er 9 voor betaald. Ik ben opgelicht. Hij heeft de prijzen minder gemaakt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoppakee. Nou, wat een prachtige deals allemaal, jongens. Laten we snel weer teruggaan om verder te bouwen. Hoppakee, daar zijn we weer. Laat ik gelijk het zand en gravel gebruiken. Oeh, laat ik eerst trouwens even mijn boekie en mijn diamonds terugleggen. We begonnen met zo weinig diamonds deze episode. Toen hadden we er zoveel. En nu hebben we er weer maar 20. Maar ze zijn wel echt goed gebruikt. Dat moet ik wel zeggen. Hier nog ijzer. Hoppakee. Daar kunnen we weer even wat ijzeren bars van maken. 16. Zou dat genoeg zijn? Weet ik niet. Voordat ik meer opmaak, weet je? Kijk of dit genoeg is. Alright, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ik zie nu wel dat dit hier krap gaat worden. Althans, dat hij dat niet... Kan ik dat oplossen? Ja, dat is wel op te lossen, hè? Ik wil gewoon te zeggen, zoals dit. Is een moeilijke, jongens. Dit is een moeilijke. Hoe ik dit netjes kan gaan oplossen met het hout daar. Wat nou als ik daar gewoon dat hout er tegenaan ga laten tikken, waardoor er een beetje... Ja, misschien een houten plafond, dat kan wel. Ik denk dat dat geen probleem is. Oh, maar het ziet er wel heel leuk uit, jongens, dit. Oh, dit is echt een goede toevoeging. Een soort putje hier met water. Dan kan ik hier een leuk, gezellig dingetje maken. Weet ik veel wat, waar gewoon een marktje of zo misschien. Oeh, nou trouwens, dit is in de kasteelhof. Daar gaat geen markt komen. We zien wel wat we daarbij bouwen. Ligt het aan mij of had ik trouwens precies genoeg ijzeren bars? Want ik wilde ze wegleggen en ik had er geen een meer over. Dus volgens mij had ik gewoon legit precies genoeg. Dat is wel echt epic. Dat is oprecht heel epic. Hier doen wij zo, zo. Ja, dit kan wel, joh. Dat zie je, dat houten randje, dat is helemaal geen probleem. Ze zeggen, waarom maak je dat niet gewoon van steen? Maar ja, dan is het pad erbovenop is helemaal kapot. Oh, ik moet dit trouwens gewoon nog helemaal fixen. Letterlijk dat randje daarboven. Doe ik dat zoals dit gewoon, I guess? I guess, zoals dit. Ik denk dat dat wel leuk is. Uiteindelijk wil ik ook van die overkappingen hier overheen bouwen. En dan gebruik ik lecterns voor dit soort dingen. En je zou denken, waarom lecterns? Maar dat gaat er serieus wel leuk uitzien, denk ik. Ik heb dat wel eens op het internet gezien dat iemand dat deed. En ik vond het er zo mooi uitzien. Hoppakee. Dan hier dit zo. Die nog hier, die nog hier, die nog hier. Beetje diepte toevoegen aan de randjes hier. Anders is het zo een plat stukje water. En dat is ook niet leuk. Dan even een boom mielen. En dat er ook nog wat gras in het water zit. Of hoe noem je dat? Seagrass, volgens mij. Dat is eigenlijk gewoon gras. Ja, ik heb gelukkig wat bones. Gaan we 1,5 boommeel van maken. 1, 2, hoppakee. Ja, dit ziet er toch goed uit, jongens. Hier ben je toch snel tevreden mee. Ik moet ook even nog aan de buitenkant, maar ja, dat komt later. Daar heb ik nu geen zin in. Oké, dit leuke plekje is goed gegaan. Nu is het tijd om mijn kat eindelijk de naam Dickie Dick te geven, besef ik nu. Want ik heb een Enfil, ik heb name tags en ik heb een kat, Dickie Dick. Oh, Dickie Dick, hoppakee. 1, 2, 1, 1, 2, hij doet het niet. Oké, ik ga dit weghakken. De boot. Ik ga jullie niet proberen te slaan. Ja. 1, 2, Dickie Dick. Waarom moet je gelijk in bed liggen? Ja, Dickie Dick. Ja. Ik ben blij met Dickie Dick. Nou, oké, sta op en gelijk in de boot. Kom op. 1, 2, 1, 2. Huh? Wat voor job heb je gekregen? Oh nee, zeg me niet dat je de stoomkutte job hebt. Kijk, hij gaat wel gelijk terug naar die kat. Ja, in de boot. Goed zo. Wat kan je...
Wauw, wat een goede deals. Hey, klei voor emeralds. Ik heb vet veel klei. Oeh, maar dan, nee, dan lok ik deze. Nee, oeh. Dan heb ik voor altijd hem. Ik wil natuurlijk gewoon met een, nee, dat gaan we niet doen. Nee, sorry. Als je namelijk één keer dealt met de villager, dan blijf je voor altijd die deals met hem houden. Dan kan je nooit meer zijn baan veranderen. En ik wil uiteindelijk gewoon een lectern bij hem zetten, waardoor ik boeken met hem kan traden. En dat gaat dan helaas niet meer. Oh, wat een fijn dat ik hier gewoon die ruimte nu heb. Laat ik het even allemaal een beetje belichten door gewoon torches erop te plaatsen. Of, oeh, ik kan misschien al met lanterns aan de slag. Even kijken hoor. Dan heb ik wel even wat extra kool weer nodig om toortjes te maken. Zo. En dan, oeh ja, het is wel zonde van mijn ijzer, denk ik. Maar uiteindelijk haal ik toch wel weer nieuw ijzer. Hier, 30 lanterns. Laten we dan, oeh, chains. Oeh, dat krijg je wel heel weinig. Ik denk dat ik voor chains beter op zoek kan gaan en gewoon kan hakken ergens. Ik gebruik wel gewoon fences voor nu. Nee, trouwens, chains zijn wel echt een stuk mooier. Maar ik heb helemaal geen chains. Dan doe ik voor nu even toortjes op de muren, gewoon dat ze belicht zijn. En dan gaan we later wel even sparen voor chains. Kettingen, joh, die zijn zoveel mooier, hè. Ik heb ze daar ook gebruikt. En ja, dan, dat houdt er in één keer in. Dat is zo'n kleur dat je dan toevoegt aan je muur ineens. En dat is, dat is niet altijd goed. We zijn wel officieel veilig in mijn kasteeltje nu. Daar ben ik zo blij mee. Ik kan hier gewoon rondlopen, AFK staan. Ik hoef niet bang. Het enige wat me aan kan vallen zijn mogelijk spiders. Die spinnetjes die kunnen natuurlijk overheen klimmen over de muren. Maar voor de rest geen creepers, geen zombies, geen andere meuk. Dus mijn villager is nu ook veilig. Mijn kat is veilig. Ik ben veilig. Laat ik even een begin maken aan een stal. En ik vind dit eigenlijk wel een perfecte plek om hier even een stalletje te maken. Gewoon eigenlijk puur het begin hoor. Ik weet niet of ik nu gelijk alles ga maken, maar een goed begin is het halve werk. Als ik nou deze outline pak, dus dat het dan aan die kant van de muur zit, dan heb je lekkere grote stallen en dat past ook perfect in zo'n hofje hier, weet je? Dat je hier nog steeds ruimte hebt voor meer dingen. Ja, dat ga ik doen. Dat gaan we zeker doen. 1 en 2. Hoppakee. Hoe vaak heb ik 1 en 2 gezegd deze episode? Nu ik zo bezig ben, denk ik dat ik het legit wel in één keer even af kan bouwen. Als in, het is niet heel veel werk waarschijnlijk. En ik ben er zitten nu toch lekker in. Dus dan kan het ook wel gewoon af ook. Ik ben met niet een al te moeilijk design bezig. Ik ben het ook niet helemaal eens over die barrels daaronder. Maar wie weet dat het nog leuker wordt. Ik heb me ook iets ingekort, zodat ik hier een soort open ruimtetje heb. Dus ik ga nu het dak afmaken en daarna de binnenkant doen. En ja, dit is gewoon echt oprecht best wel leuk. Het enige probleem is dat ik geen paarden heb. En het is een paardenstal. Dus ja, daar moeten we nog even een oplossing voor zien te vinden. En ik denk dat die oplossing vrij voor de hand liggend is. En dat is namelijk gewoon paarden vinden. Zo, het plafond zit er alweer op. Ik ga hier ook heel veel hooibalen voor nodig hebben. Dus dan moet ik even mijn farms upgraden. Ik denk dat ik dit trouwens gewoon wel weer normaal hout maak, zoals dit. Want het, ja, het zou heel leuk zijn als ik sproeshout had gebruikt. Maar ik gebruik dark oak hout en dan matcht het niet echt bij. Kijk, dit ziet er al beter uit. Gaan we een leuk vloertje erin doen. Ik denk dat ik gewoon helemaal begin met dit. En dat ik het daarna gewoon langzaam aan kan passen natuurlijk. Dat ik er dan veel meer detail aan toe kan voegen. Ik denk dat het simpelste item wat ik erin wil doen zijn leaves. Oh, mos moet er ook in. Ja. Alleen heb ik mijn mos allemaal al gebruikt. Oh, moet ik weer nieuw mos halen. Ja, en hooibalen. Hooibalen plaats ik even hier buiten, want dan lijkt het al een beetje op een stal. Dan zie je het tenminste al een beetje. Mijn schep kan het ook echt elk moment gaan begeven. Helaas, de eerste schep. Mijn eerste diamond schep, die gaat het begeven, jongens. In 3, 2, 1. Laatste blokkie. Oh, niet eens. Oh, hij heeft nog 36 durability. Never mind. Hij kan nog wel even mee door. Ah, never mind. Hij is toch stuk. Ik dacht, hij kan nog wel echt eventjes lang door. Maar nee, hij is alweer kapot. Ik plaats er nu even een normaal dirt ertussen, omdat ik geen coarse dirt bij me heb. Althans, geen coarse dirt. Ik heb geen gravel meer. Met gravel en normaal dirt maak je natuurlijk coarse dirt. Dus ik denk dat ik het voor nu even hier maar mee moet doen. Doe ik wel even iets meer normaal dirt ertussen. Zo, dan is dit voor nu even de paardenstallingvloer. Ik ben er niet helemaal tevreden mee, maar ik heb ook niet veel meer tijd om er nog andere bijzondere dingen van te maken. Hatsenflats. Nou, ik vind het wel leuk uitzien. Laat ik heel even snel een pad, althans de vorm van het pad maken richting hier, waardoor ik gewoon dat het een beetje netjes afgerond is voor mijn gevoel. Nou, prima. Klaar is het natuurlijk niet, want je ziet het pad hier is natuurlijk met veel meer details. Maar het is een begin. Ik had trouwens wel vast eventjes de slabs plaatsen, zodat het er gewoon een beetje normaal uitziet. Heel klein beetje maar. Zo, hoppakee. Dan gaan we volgende episode wil ik hier paarden in gaan douwen en wil ik allemaal andere dingen nog toe gaan voegen eraan. En dan kan ik denk ik de laatste details hier ook toevoegen. En dan is het binnenste ruimtje helemaal af. Hier twijfel ik echt nu wat ik ga doen. Sowieso een villager ruimte ook nog ergens. Misschien dat ik dit nog een beetje aanpas. Wie weet wat groen eraan toevoeg. Maar voor nu jongens is dit het einde van deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als je meer van Content Fame wilt zien. Spreken jullie later. Glaasje water, telt 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!